Hallo kijkers en welkom op weer een gameplay van, jawel natuurlijk, Eurotruck Simulator 2. Jawel, dus we gaan even de camera iets lager zetten, voilà. Dat we ook de zijspiegel zien. En dan gaan we dus één opdracht doen. Een online opdracht. Ik ga hier ook trekken de lichten even wat over. Lichten uit. Lichten uit. Voilà, ze. Je doet niet gelampen uit. Dan gaan we eens even kijken wat er op de markt is. Snelle opdrachten. Dus we zitten aan mijn man. We hebben het dus al voor 31% hebben het dus al voltooid. Dus maar ik ga ook wat muziek opzetten. Voilà. Maar wel niet te luid. Zo 11% is goed. Snelle opdrachten is even kijken. Nee, dat zijn ze niet. Externe opdrachten. Dus die komen dus echt van internet, hè. Dus we zitten nu hier, Winterland. Ik wil toch een redelijke eentje rijden, ook voor jullie. Dus weer al wat geld opbrengen. Dus we gaan deze nemen. We gaan dus van Hongarije door richting Slowakije, Tsjechië en dan uiteindelijk te belanden in Duitsland. Ik zal zeggen, opdracht starten. Fork Heft Trucks gaan wij dus vervoeren. Het is een redelijke grote afstand. Dus pak er weer al iets bij. Een chipske. Welkom op de Psycho TV Gaming. Met Eurotruck Simulator 2. Voilà, ça. Blinker aanzetten. Het is redelijk laat. Daar was het nog voor. Ja, ik zie hem al staan. Voilà, ze. Gekoppeld en al. Dan kunnen we vertrekken voor 1072 kilometer. Oké. Okay. Dat wordt één keer tanken. En één keer uitrusten. Dus we gaan nu verschillende landen trotseren. Daar ben ik wel blij om.
Met een leuk muziekje daar eens een keer op de achtergrond moet kunnen. En we gaan hier de verkeersregels in acht nemen. Wacht, hè, ik zie net iets. Ik ga hem in het iets lager zetten. Voilà. En wat dat is. Ik weet dat niet. Oké, okay, maakt niet uit, maakt niet uit. Oké. Okay. Moet even kijken als ik goed sta nu. Ja. Maar ik kan dan in een keer doorrijden. Allee, rijd dan door. Ja, het is redelijk een zware vracht wat ik aan het vervoeren ben. Even kijken hoeveel ton. 11 ton. Oho, en het is weer al nacht. Een nachtrit. Ik heb ook mijn drinkjes hier langs mij staan. Als ik eens een uitrustmoment moet hebben, is even kijken hoe lang dat ik kan rijden. 7 uurtjes. Dan zijn we daar op 8 uur, oké. Okay. Wel, ik heb ook nog zelfs misschien dan nog wel nog een vracht te accepteren voor richting Brussel te gaan. Ik moet toch terug. En deze rijvak wordt afgesloten. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Waar ik wel ook ooit is echt over gaan, zo een echte microfoon zo voor mij, terwijl dat ik ook echt aan het rijden is. Ook zo'n stuur of zo. Kan ook wel leuk zijn dat je precies zo echt zo in een vrachtwagen zit en dat ik hier zo langs mij dan zo een poke heb. En dat dit mijn speed seats, mijn zittende stoel is. We zijn nu richting Budapest aan het rijden. De E71 ben ik nu aan het rijden. Ik doe ook altijd mijn pinker aan als ik dus van rijstrook verander. En hoeveel brandende voertuigen gaan we nu weer al tegenkomen? Ik weet het niet. Ah ja, en mijn airfles is al ingepakt voor morgen mee te nemen naar mijn werk toe.
En ik hoop dat dingen Truck World heel snel gaat uitkomen. Die ga ik mij zeker kopen. Die ga ik mij echt zeker kopen. En daar ook redelijk veel uren proberen ja, te verslijten. En mooie gameplays ook voor jullie af te leveren. Ik zit nu echt heel relaxed in mijn stoel. Met een leuk muziekje op de achtergrond. Tegen 90 km per uur over de snelwegen te rijden. En we komen weer al wat windmolens tegen. Hoe lang kan ik nog rijden? 6 uurtjes, oké. Ik moet ook oppassen voor dat ik niet in pan val met mijn brandstof, zo is het. Dat doe ik nu dus echt meer en meer zo online opdrachten te doen. Dat geeft mij ook de moed om heel die rit een ene gameplay dan uit te spelen. En nu kan een andere Euro Truck Simulator persoon deze opdracht nu niet meer accepteren. Omdat ik die nu aan het rijden ben naar de eindbestemming toe. Zo is dat ook in het echt hoor, mensen, zo is dat ook in het echt. Als de vracht weg is, ja, dan is de vracht weg. Hè. Richting Budapest. Ik moet toch langs hier. Tegen 40 per uur, oké. Okay. Tegen 40 per uur gaan we omhoog. En dit ga ik wel meer en meer ook doen, dus hier word ik eerlijk rustig van voor zo eens wat gameplays voor jullie af te leveren. En het is al 1:30 s'nachts. Spellige steden. Nu gaan we naar Big Win, hè? Zit op de E60 nu. Na 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 na
Tot nu toe geen ongevallekes meer. Dat is zo goed. We hebben toch al redelijk, kijkers, we hebben toch al redelijk veel kilometers samen al versleten hoor. Echt waar. Met Euro Truck Simulator 2. Het is zalig om eens wat rond te rijden. Kan ik zien hoeveel kilometers dat ik nog kan rijden in mijn afpak. Rechtdoor. Dan kan ik nog rijden. Nog 4 uurtjes. Oké. Mijn collega voorlaten, maar ja. Ik moet niet op mijn auto staan, weg stilstaan. Ja, tegenwoordig met die boerenprotesten. Is het niet leuk om te rijden. Oh. Het is echt niet leuk om op de auto staan, weg te rijden, want ze worden aan alle kanten geblokkeerd. Heb ik al gehoord in het nieuws. Ik sta ook achter de boeren. Met al die regels en al. Ik volg het wel niet op, maar ik sta achter hun. Als het echt hun job bedreigd wordt en ze moeten, ze kunnen niet van, met winst leven. Dat ze met verlies moeten leven, is ook niet leuk. Dus daarom dat ik ook achter hen sta. Ik kan nog 600 kilometer rijden. Nog 3 uren, dan gaan we nog eentje verder rijden. Was ik die in aan het halen, die auto, en dan rijdt hem van mij weer al weg. Niet leuk, niet leuk! Toch zo zalig zo op de baan zijn. Kom aan, trek op, trek op.
trek op dat ik die vrachtwagens hier kan voorbijsteken. Ik moet ook op mijn rustmoment letten. Ik zie hier weer op borden te staan dat ik heb gekeken. Ah nee, dat was zo geen borden. Oké. Okay. Dus wat snelheid afgenomen. Het is file. Rechts kunnen omhoog. We moeten tussen deze vrachtwagen en de bus invoegen. Dus moet hier ook in. Zie je weer een parking. 2:30 uur, dus we kunnen nog even doorrijden. Man. We hebben toch al redelijk wat kilometers al gereden. Het gaat goed, hè mensen. Het gaat heel goed. Hier gaan we weer op de grens over. Allee, ontstik mij dan voor... Ik dan voorbij. Dan zit nu moet ik weer alle gas gaan in. Ja. Ziet door die ene auto kan ik zijn ze weer al weggereden van mij. Hè? Salut Kesbus. Amai, E75, E65 en de E 58 komen tegen en nog eens de D2. Oké dan, dat zijn redelijk wat snelwegen. E75 gepasseerd. E65 gepasseerd. Nu zitten we op de E58. Oké. En nu op de D2. Oké. En dan kan ik nog rijden. Ja, nu ga ik wel zulke af aan een overnachting zoeken. Deze heeft even rust nodig.
Yeah, the front tires are flat, man. Oh, joepie, we gaan weer al ondergronds. Dames en heren, we gaan weer al ondergronds. Allee. Juist ook mijn truckchauffeur geven, dus dat is niet goed. Dus dan gaan we proberen zo snel mogelijk een pitstop te zoeken. Oké, mooi ingevoegd. En daar gaan we ook eveneens tanken. Eindelijk, die een notoekje toch eens voorbij gestoken. Rustplaatsen, dat is goed. Ik weet niet of je daar ook kunt tanken. Ik denk het niet. Dan kan ik ook eens drinken. Maar mijn manneke was rood, hè mensen. Mijn manneke was rood. Ik had dorst. En nu op naar de eerste volgende tankstation. Hoe lang kan ik nu terugrijden? 10 uur en 11 minuten. 11 uur bedoel ik. Ja. Ah, ja, hey. Ik heb toch niks aan mijn vracht gedaan, hè? Nee, 0-0-0. Oké, let's go. Ze weer al aan het werken. Hoeveel liter zullen we hebben? We gaan sowieso over de 1000 euro zitten. Oh, toch niet. Net niet. Dus blijven toch nog in de 19.000 dan. Voilà, ik kan weer al 1804 kilometer rijden. Nu wat snelheid maken.
en naar onze eindbestemming reden. Ja, vrachtwagenchauffeur, dat is door die ene auto, hè. Nog een dikke 500 kilometer te gaan. Ja, sorry. Het is een hele beklimming. Ik ben er geraakt. Jee, ik ben aan de top. Jee. Voilà. En nu een ruk weer rechtdoor. Ik wil alles weten waar we al zitten in op de wereldkaart. Dit hebben we al helemaal al gedaan, hè. Wacht, hè. Dat wil ik wel weten. En de rustplaatsen. Zo komen we nog een en het ander nog tegen, dat is goed. Ja, even een kleine screenshotje nemen. Waarom moet hij nu weer al laden? Dan maak ik dan ook al eens een screenshotje van. Oh, ander terug aan het stuur. En terug aan het rijden. Ik zou eens dus nog een rit doen, maar ik ga even de spel dan pauzeren en even nog iets anders te doen, want ik ben nog iets achter gekomen dat ik nog iets moet doen. Ik vind het echt zo raar dat je verschillende autosnelwegen tegenkomt. Daar ben ik al lang mee bezig. Oh, heuvelkes. Wieho, wieho, wieho. Kunnen ze mij weer al voorbij steken, hè? De autoshare.
En dan met zo'n leuke muziek op de achtergrond vind ik dat gewoon zalig om te rijden. Zo is ergens van niemand die last hebben. Ja, hier is dus ook een ongeval gebeurd. Godverdomme. Voertuigaanpassing. Eens even kijken waar ik schade heb. Ik zie het is geen schade per geluk. Ik heb hem op tijd nog kunnen stoppen. Echt waar, opgezet. F5. Wat die nu niet gaan raken. Oké, dan terug 5. Is helemaal naar die kant. Die schoot in één keer voor mij in, hè. Allee, weer al geld weggegooid door een ongeval. Maar nu moet je wel denken, de auto staat ergens die wel vrij leeg, dat ik daar redelijk lang heb gestaan. Kom maar, omhoog. Dus als ik volgende keer nog ergens een politieagent zo tegenkom, dan begin ik ook wel wat met snelheid te verminderen. Ik ben nu wel met één hand aan het rijden. Zodat ik eens moet uitwijken. Ik kan mijn pinker nu niet aanzetten. Dat is een klein beetje kut. Pam. Toch wel een leuke ritje en wat een uitzicht hier. Wat een uitzicht, wauw. Hier gaan we naar 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, wauw.
Wat een snelheid. Ik ga even naar deze racer ook toe gaan. Maar de snelheid is al rap terug aan het schroeven. En dan gaan we eens kijken als we van de plaats waar we aankomen. Dat we proberen richting Brussel op te werken. Dat moet ook nog lukken. Moet ik aan deze kant blijven rijden? Ja. Ik zit op A2 Vitesse te rijden. Daar staat de brandweer. We komen aan in Praag. Hier gaan we ze wat snelheid eruit halen. Oei, goeie lichten. Dat is zo juist vlak achter een bocht in een, op een autosnelweg. Ik heb dat nooit meegemaakt, maar dat betekent, we zitten hier ook bij in een garage. Ik heb een ongevalletje gehad, dus ik kan eigenlijk hier even binnenspringen. Oh, het valt nog mee. 2152. Mooi. Ik heb dat de vorige keer gedaan. Vervang alles. Holy shit. Ja, oké. Okay. Hier al in. Oké. Okay. Het is ook soms wel wat zoeken hoor, mensen. Dat we snel terug op de autosnelwegen zijn.
binnenkort ook wel eens een andere vrachtwagen kopen. Wie heeft mij nu nog nodig? Ik hoorde een ping. Dat onkwaad na alles avond. Groepschat. Really? Nog een goede 300 en... Amai, ik wou zeggen 310 kilometer. 312 kilometer dan nog. Oké dan. Go, 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 go. En als ik dit nog eens doe, dan zal ik dat ook wel iets in een livestream verband doen. Ja, ze hebben een straaljager. Twee straaljagers. Probeerde die te volgen, maar het lukte niet. Die zal mij wel ertussen laten vallen. Galmt ook nog eens, dat is heel leuk om te horen. Hier zitten we dus op een hele hoge brug. Ah, ik heb schrik. Ik heb schrik. Dat is hoog. Hier gaan we Duitsland in. Onze eindbestemming land. En dan kan ik nog rijden na 7 uur. Maar Duitsland is ook wel groot hoor, mensen. Dat moeten jullie ook wel eerlijk toegeven. Tegenover België. Hier gaan we weer al een tunnel in. Wow, ik rij 90, hè. En ik vind het heel raar dat die bus continu aan de andere kant van de rijvak aan het rijden is. Wel eerlijk wel schoon gedaan, moet ik wel eerlijk toegeven. Ja, word ik echt rustig van.
Dat is normaal gezien te doen met volle snelheid. Ziet je, met volle snelheid is dat te doen. Met een 187 kilometer te gaan. Ausfahrt. Zo, dan zie je dat je echt in Duitsland zit, hè. Ausfahrt. Nee, ik moet hier in. Oh, ik heb snelheid verloren. Goed dat ik die vrachtwagen niet ging voorbij steken, of anders had ik deze afrit gemist. Weet je wat ik ook zo eens graag eens wil zien, zo in de Euro Truck Simulator, zoals een pretpark of een kermis langs de baan? Dat moet toch ook wel gaaf zijn? Ja, ja. Deze gameplay zit er bijna op, dus ik heb dat wel. Dus als ik opdrachten accepteer, doe ik het wel per gameplay. Dat er wat meer variabel ook komt in de Psycho TV Gaming. Bedoeld de Psycho TV kanaal op YouTube. Dat er wat variatie in komt. Tussen vlogs en games. Dan moet ik mij wat later wat ook op weg helpen. Ook voor jullie leuke dingen dan te doen. Je ziet er wel, ik zit er echt voor te knokken. Het is 11:30 s'nachts. En ik ga nog steeds nog één opdrachtje rijden. Maar dat is voor de volgende gameplay. Berlijn, en ik zie een luchtballon aan de hemel. We zitten onder de 100 kilometer, dus jawel. Amai, afgeremd tot 14 kilometer per uur. Sorry, auto's achter mij, dat was niet de bedoeling. Ik wou afremmen tot 40, maar die bleef maar afremmen.
Pam 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 pam. Ten 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 ten. Oh, een leg spike. Een kleine leg spike skip. En waarom kan ik wel zo gaming movies na 11 uur, na 10 uur 's avonds opnemen? Dat ik dan ook rustig goed praat, stiller goed praat. En plus dat ik ook niet zoveel praat. Marlijn, rechtdoor! Kom ik dan ook weer al aan bij de volgende werf. Oei, ik zie hier rode lichten. Ik zie ook mijn eindbestemming. Berlijn ontdekt. Oké. Dat betekent dat ook deze stream erbij deze gameplay er bijna op zit. Kan ik er nog komen op tijd? Nee. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om mijn belletje te drukken. Dan blijf je altijd horen. Wanneer dat er een nieuwe video, vlog, livestream of een leuke gameplay weer al online gaat komen. Ik dank je wel om naar deze gameplay te kijken. Ik zie jullie allemaal terug in een vlog of in een andere gameplay video of de livestream. Nu moet het ergens zijn.
Hoeveel heb ik hier verdiend? 33.657 euro's. Dan zit ik nu op 150.558 euro's. Ik dank je wel om naar deze gameplay te kijken. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Tot later allemaal. Yo.